Hello, my name is Joe en vandaag spelen we Project Cars. De race simulator waar we al een tijdje naar hebben uitgekeken. Sorry daarvoor, dat was het geluid dat uit de controller kwam. En we spelen direct ook een race in deze nieuwe racing game in het circuit van Zolder. Of op het circuit van Zolder eerder. Een van de meer dan 30 tracks in de game. En we racen met een Pagani Zonda. Dat is toch een redelijk beest van een... groot beest van een auto. Ik ga er meteen ook wel iets aan toevoegen. Als je begint met het spel te spelen, zet alsjeblieft het volume wat lager. Zeker als je het met een koptelefoon speelt of dus een headset gewoon. Want het volume staat op zich in de game zo luid dat mijn trommelvliezen bij wijze van spreken begonnen te bloeden. Het was echt ongelooflijk luid. Mensen kunnen het beamen. Jezus. Maar het is dus een nieuwe simulatieracer, Project Cars. Terwijl we wachten op de nieuwe Gran Turismo, waar we nog zo lang op gaan mogen wachten dat ik eerder een nieuwe heup ga moeten laten plaatsen als kranige bejaarde vent. Omdat ik nog een nieuwe Gran Turismo ga zien verschijnen. Dus het heeft niet de allures van een Gran Turismo. Er zitten geen duizend plus wagens in. Er zitten geen honderden tracks in. Ik denk dat er ooit honderden tracks hebben ingezeten, of wel. Het is dus een game die zich wel voornamelijk toespitst op circuits. Dus je gaat heel veel circuits zien in deze game. Er zijn iets meer dan 70 wagens. Voornamelijk echt wel bedoeld met circuit racing. Daar komt het echt wel op neer. De game zou ook tot stand gekomen zijn met behulp van echte pro's. Dus door professionals uit de industrie zelf. En natuurlijk ook door gamers, hè, want ja... Ja, bedankt voor de tip. Allee, wat voor een tip is dan nu weer? Probeer het nog intalen. Nee, ik denk dat ik ga stoppen en gewoon naar huis gaan, jongen. Ik denk dat ik dat ga doen. Tuurlijk ga ik proberen nog intalen, maar of dat het gaat lukken, dat is natuurlijk een andere zaak. Maar goed, in deze game zit dus een career mode. Er zit zo'n single player mode in, waarbij je gewoon dus onafhankelijke races kan spelen, zoals wij doen. Want, ja goed, deze Joeloft Plays, daar kan ik natuurlijk niet veel mee aanvangen. We racen gewoon, hè. Het is een racing game. Dus ik kan... voornamelijk de verschillende dynamische... Ik weet het. Shut up. De dynamische weereffecten, dag- en nachtcyclus dat erin zit. Enzovoort. En natuurlijk, ja, de simulatie zelf natuurlijk. Vroeger was het veel moeilijker om in een racegame, wegens technische beperkingen, altijd een cockpit view te steken. In de huidige racing games zit het wel overal ver in. Ik vind ook, als we dan een simulatieracer gaan spelen, is er maar één manier om hem te spelen. En dat is vanuit de cockpit, zo simpel is het. Alleen al gewoon omwille van het detail dat soms in die cockpit zijn ingegaan. Want die wagens worden natuurlijk minuscuul nagebouwd eigenlijk. Hè. Dat is gewoon schitterend werk. Ik ben zelf geen grote race van. Ik rij zelf wel graag met de auto. Maar ik heb er wel respect voor. Het is ongelooflijk gemaakt. Al de details, de knopjes enzovoort. Ik denk dat we... Hoeveelste zijn we nu geworden? Want ik was eigenlijk meer aan het praten dan wat anders. Tiendes. That's not really good. That's not good. F my life. Goed, we gaan eens even iets anders tonen. Ik wil graag straks eindigen met een race dat zich toch buiten het circuit afspeelt. Want, ja, ik zeg het. Het game bevat voornamelijk racing circuits, maar ik... geniet vooral van iets meer natuurlijker, zoals een gewone doordeweekse omgeving. Alhoewel, het race dat ik in gedachten heb is niet zo doordeweeks als de gewone trip naar de Delijs hier om de hoek. Maar laat me dan toch eerst, voordat we iets verder gaan in die career mode, want daar wou ik nog iets redelijk cool tonen, eerst even nog de wagens hier afgaan. Dus dat zijn de 75 wagens die hier in de game zitten. Twee karts. Heel veel wagens die natuurlijk specifiek gebouwd zijn, speciaal bestaan voor racingomstandigheden. Je hebt natuurlijk ook wel de uitzonderlijke sportbolides die er ook in zitten. En dan heb je hier zo een zo'n Mercedes-Benz A45 AMG, zo'n verloren courantenwagen dat er zo tussen staat. Van de Pagani Zonda.
Kijk, vooral echt racewagens, hè, dat zie je ook wel. Maar qua sportwagens zit er hier toch ook nog wel een mooikje tussen. De Audi R8 V10 Plus, dat is echt wel een beest van een machine natuurlijk. En dan de tracks even kort overlopen met jullie. Zolder, je ziet het, de belangrijkste zitten er wel in. Silverstone zit erin. Het circuit van Dubai zit erin. De Nürburgring, heel belangrijk. Wat was het andere? Hier Spa-Francorchamps, het andere in België natuurlijk. En deze zou ik straks met jullie willen spelen, de California Highway. Want ja, gewoon, ik vind California een schitterende staat. Dat is een ongelooflijk prachtige staat om gewoon in te vertoeven. Dus ik stel voor dat we straks daar ons tweede raceje doen voordat we hier afronden in deze korte Let's Play. Ik wil eerst even naar de career gaan nog. Want je moet eens kijken rechts. Als je dus de career opstart, dan moet je ook een voornaam, een achternaam ingeven. Een nickname en natuurlijk dan ook een brand waarvoor je natuurlijk gaat racen. En dan wordt er naarmate hoe je presteert, in die rechterkolom, worden er fictieve tweets gegeven eigenlijk, die dus aangeven van hoe goed je het hebt ervan afgebracht. En dus dan zijn er van die fictieve personen dat dan reageren. En oftewel hemelt het spel u volledig op, zoals je kan zien in dit geval, of het breekt u echt wel af. Dus in dit geval: "Wow, Joe Loft means some serious business out there. Three, three. Bunkens at the triple, unstoppable. Hashtag unstoppable. Bunkens for the win. What a legend. Joe Loft rocks. Third time's a charm. Awesome driving, Joe Loft. Back to back to back. Three in a row. Loving this season, Team Bunkens." Hashtag Team Bunkens. Ik heb ooit wel eens meegemaakt dat ik een kwalificatierace liet gebeuren door de game zelf. Dus dan kan je die. Je kan zo'n oefenronde en de kwalificatieronde laten simuleren. Maar de AI had het daar niet zo goed van afgebracht. En dan ging ik bij die tweets kijken. En dan stond daar echt zo van: "Wow, disappointed, very disappointed. Oh my god, what happened out there? Sad smiley, bla bla bla." Allemaal echt, is oftewel zo het ene extreme of het andere extreme. Oftewel zijn al die mensen, die fictieve personen hier lyrisch door het dolle heen. Oftewel is het echt zo van: "Wow, wat een sukkelaar." Dus ja, probeer het gewoon het er zo goed mogelijk van af te brengen. Maar de career mode, is gewoon eigenlijk wel hetzelfde als gewoon standaard races. Alles wordt gewoon aan elkaar gereikt via events en via een kalender dan. Wat ik nog vertellen, dat was nog iets dat ik wou vertellen. Ben het vergeten. Nou, dat is niks, geen probleem. Kom straks wel terug. We gaan naar die solo gaan. Ah, ik weet het weer, kijk eens aan. Ik ga nog even terug gaan naar die career mode. Het coole aan deze Project Cars is natuurlijk wel dat je vanaf het begin eigenlijk toegang hebt tot alles. Dus je kan alles doen, je kan zelf ook je pad uitstippelen meteen, je kan andere events doen. Ik ben met karting begonnen, want ja, ik dacht, goed, we laten ons gewoon maar op het laagste niveau beginnen en gewoon karts doen. Maar je kan eigenlijk dus zelf wel kiezen waar je mee begint. Dus alles wordt eigenlijk meteen opengelegd. En dat is wel het verschil dat wordt gemaakt met andere racers, zoals Forza, Gran Turismo enzovoort. Maar goed, we gaan nu naar California, daar nog een beetje racen. En ik zie jullie daar zo dadelijk terug. Yeah, let's do this. In de Audi R8 V10 Plus. Natuurlijk, wat had je gedacht? In een prachtige racewagen. Enfin, geen racewagen, het is sportwagen meer. Hè. En dat is dan dus natuurlijk de westkust die we afscheuren. Hè. Daar heb je dus de... Ik heb altijd de neiging om de Pacifische Oceaan te zeggen, maar opnieuw, dat is mijn Engels dat mijn Nederlands gewoon altijd in de ballen trapt. Het is de Stille Oceaan natuurlijk. Of course. Goed, bochtje nemen. We hebben dus de full race gedaan. Ik ga niet alles kunnen tonen, want ja, dat hele parcours duurde ongeveer, denk ik, 7 à 8 minuten. Dat was toch mijn huidig record, mijn persoonlijk record, op deze track. En daar zijn onze tegenstanders die al meteen achterop vallen. Er is ook, zoals je weer hebt gezien, een lijn die aangeeft van oké, dit is eigenlijk de optimale route hier. Kan je blijven versnellen, hier moeten we een begin afremmen, hier wordt gevaarlijk opgepast, hè. Enzovoort. Wat ik wel straks ga doen, om mee af te sluiten, dat is jullie toch heel even nog meenemen naar hetzelfde parcours. Dus we gaan dit stukje opnieuw spelen, maar dan in de gietende regen. Dus ik ga echt dan de weersomstandigheden zo slecht mogelijk zetten. Dus dat zou dan moeten echt onweer zijn, storm, alles erop en eraan. Ook vanuit de cockpit view. En ja, het is misschien al wel duidelijk dat er in een simulatieracer het veel moeilijker zal zijn om zonder brokken eigenlijk eerste te kunnen worden tijdens zulke weersomstandigheden, omdat het gewoon zo glad is. Maar in deze game is het toch wel zeer gevoelig.
Ik heb het eens geprobeerd en het race dat ik in mijn career heb zitten proberen te volbrengen was echt wel bikkelhard in de gietende regen. Zeker van het first person mode, oh god. Het slippen hier ook al. Gewoon opnieuw ook, omdat je moet rekening houden met het feit ja, dat het water giet echt gewoon over je ruit heen. En ik had eerst gewoon helemaal niet door hoe ik die ruitwissers kon aanzetten, dus ik zat alle knoppen eigenlijk in te drukken. En dan uiteindelijk had ik door hoe het moest. Eindelijk. Dus voor zo dadelijk gaan we dat weten, maar ja, jullie zien het hier. Naast mijn erbarmelijke racekunsten, dat het wel, enfin, vind ik toch, aangenamer is om op zulke circuits te racen dan racecircuits. Het kan goed zijn dat er DLC uitkomt waarin ze natuurlijk die roster gaan uitbreiden. DLC is alomtegenwoordig bij zoveel games, dus ik kan het mij wel absoluut inbeelden dat voor deze game ook nieuwe wagens gaan uitkomen, nieuwe tracks enzovoort. Goed, we gaan nu even overgaan naar hetzelfde parcours in California, maar dan in de gietende regen. En dat doen we dus zo. Hier zijn we dan, in de gietende regen. Ik heb storm gepakt, dus thunderstorm. Even de ruitwissers aanzetten, voilà. Nu zien jullie meteen het verschil. Het is extreem. Ik moet ook wel zeggen, nu spelen we het nog altijd op hetzelfde tijdstip overdag. Je kan zelf ook de tijd zelf instellen, dus dat de tijd vooruit gaat. Ze kan dynamisch vooruit gaan, dat de tijd kan niet vooruit gaan. Je kan ze tot, ik weet zelfs niet hoe ver die kan doen vooruit gaan, maar echt. Je kan de tijd zo snel doen vooruit gaan als je maar wil, binnen bepaalde grenzen natuurlijk. Zodat je misschien van 's ochtends tot 's middags kan racen, of van 's middags tot 's avonds, van 's avonds tot 's nachts, van 's nachts tot 's ochtends. Valt zelf allemaal te beslissen. Maar ja, om enigszins toch al een beetje te concluderen. Jullie hebben het intussen gezien. Pure simulatieracer. Kleine foutjes worden zwaar afgestraft. Zoals het afwijken van de baan. Daarstraks heb je het gezien. Ik sneed een hoek af. Redelijk hard zelfs. Om maar niet te zeggen, ik sloeg de hoek gewoon volledig over. En ik kreeg al meteen onder mijn voeten. Via de controller. Dus ja, voor arcade racers. Voor mensen die genieten van zoiets als een Need for Speed of een Burnout. Is dit niet natuurlijk weggelegd. Voor andere spelers, voor andere racers die houden van the real thing. Niet om afbreuk te doen daarom aan andere games, maar games die echt wel, gamers die houden van echt simulatiegerichte ervaringen. Ja, dan is dit natuurlijk top, hè. Opnieuw. Je kan dan misschien nog wel nitpikken over het feit van, ja, ik vind dat de regen in Drive Club er iets mooier uitziet dan hier. Doet er niet toe, het feit gewoon dat het er allemaal in zit en dat het allemaal zo mooi wordt en zo, ja, echt aanvoelt. Zeker als je zelf ook eens op de baan bent geweest met een wagen, zoals ik nu ook al een hele tijd heb. Dan voel je ook wel van, oké, ja, die wagen die slipt ook wel hard. Zeker in de gietende regen. Uw bochten te zwaar nemen is gewoon pure zelfmoord eigenlijk op het circuit. Ik probeer me erg te concentreren, jongens. Het is niet zo makkelijk, maar ik verschiet ervan dat we nog eerst zijn. Goed, Project Cars. De nieuwste in het simulatiegenre. Uit vanaf vandaag, denk ik zelfs. Vanaf 7 mei. Uit voor de respectievelijke LIP-platforms. Dus dat zijn dan de PS4, Xbox One en de PC. Daarvoor is hij uit. Als jullie nog vragen hebben, alles mag. Ja, fucking hell. Naar Twitter, Facebook. Vraagje hieronder, opmerking hieronder. Disqualified, hit opponent. Wat een zware fout. We gaan gewoon restarten. Screw that shit. Mag allemaal naar de comment secties. En dan zie ik jullie allemaal zeer graag, terwijl ik nog maar eens er in de regen ga ploeteren met mijn Audi, in een volgende video terug. Bye bye.